Goed, ik heb een nieuwe video van jullie en dit is een reactie video op een comment die ik 2 dagen geleden gekregen heb op een video. En ik hoop van graag gaan reageren. En ik moet even opzoeken welke dat is. En even kijken. En diegene had gecomment in een comment die ik er niet echt van begrijp. Ik hoop jullie dat wel in, dat wel begrijpen. Ik ben Instagram erop en welkom bij deze video. So don't hold me back. You're not allowed to spend my time. Cause that is what you came here for. Goed, dan gaan we beginnen. Degene had een comment gegeven onder mijn video van Starbucks, dan de Deutsche Küste, echt lekker. Had degene geschreven en het heeft 2 likes. Waarom 2 likes? Geen idee. Goed, daar gaan we. Isaac, een S en een H. Ik heb even gegeven niveau. En goed gedaan. En heel top. Dank je vrienden mee. Gaat de comment Isaac met de S en een H. Ik ga geen koel drinken vandaag. Dan ga je dood, dan ga je herren, dan ga je dan dood. Zeg, vriend. Ga je echt 3 keer de les lezen? Ga je nou 3 keer? 3 keer. Dan ga je af en toe ook de les lezen wat ik moet doen, ja of nee? Hoe zit dat? Ik ben het natuurlijk gegeven door hem met master koeler. Koelen. Ga je echt de les lezen of niet? Ik word er een. Ik maak vlogs van mezelf, voor mijn kijkers, die het leuk vinden. Als je haat hebt, heb er lekker niks op, joh. Echt, daar ben ik een beetje klaar mee. Zoveel comments heb ik wel gehad, zoveel haatcomments heb ik ook een keer gehad. Ik vind het geen haat, maar ook wie wel, ook wie niet. Moeilijk is het wel, moet ik zeggen. En ja, ik vind het wel een beetje haat, dus ja, nee. Geen idee, maar ik vind het in ieder geval geen haat en ook niet wel, ik weet het dubbelachtig is. In ieder geval een koffie een keer komt drinken, als ik koffie drinken ga ik koffie drinken. En dan hoef je niet te raad te zeggen, gewoon koffie ga ik en de koffie ga je dood. Dan ga je allemaal een keer dood, meneer Koelen, jij ook. Dus, dan ga je het niet echt zo, maar goed. Dus, ik denk dat deze video eventjes een eind om even te vertellen waarom je deze code hebt gemaakt of niet. Als je al heel snel weg hebt geroepen en heel lang gedeveleerd bent op mijn kanaal, dan maakt het er niet uit. Want je moet leuk blijven van mijn kanaal en dan moet je op de comments weg blijven. Anders, en natuurlijk ga ik ook door uiteraard, maar ik ga niet echt op mijn comments hoor. Echt niet. Zoals ik denk, als ik zeker niet op mijn comments ga, ik zeker niet echt op mijn kanaal. Zeker niet. Maar goed, ik hoop jullie een keertje begrijpen dat in deze comments, natuurlijk in de comments wel, maar niet op zo'n manier. En op zo'n manier voel ik het wel een beetje. Van, hoe moet ik hiermee met zulke comments? Ik kreeg hem gisteren binnen, krijg je die comments van, what the fuck? Ik ga niet reageren, dacht ik toen. Toen kom ik in de video. Dus, ja, bij deze. Vond je video leuk? Zeker een dikke vette duim omhoog. Vergeet niet om te abonneren als je nieuw bent op mijn kanaal. Dan zie ik jou elke dag op de middag nieuwe vlog. En elke avond een nieuwe video op mijn kanaal. Meer wil je nu niet zien bij mijn kanaal, dan kun je het belletje aan te drukken. Dat zou wel leuk zijn, dan kun je altijd zien wanneer ik nieuwe video's online komen of premieren. Dat zou ik zeggen, nou, dit is de volgende.